Goeiedag, welkom bij de Autovisieflits van vrijdag 12 augustus. Werner Budding, wat hebben we deze week allemaal in de Autovisie staan? Groot nieuws van Audi. Audi komt met een speelgoedauto voor de openbare weg. Dat is echt een hele bijzondere auto. Je zit achter elkaar, nou, ik ga het zo direct allemaal vertellen. We hebben de eerste ervaringen met de Range Rover Evoque. Mijn collega Jacob Welsma heeft ermee gereden. Wordt de hit van dit jaar. En ik ga rijden met de Aston Martin Signet. Dat is een heel klein, hip autootje. Daar ga ik iets over vertellen. En Bentley komt met een nieuwe cabrio en met een dieselmotor in hun auto's. Dus boel nieuws. Dat straks, maar we hebben eerst een wel hele opvallende video op internet gevonden. Ja, normaal rijden die jongens altijd in de Ford Transit altijd links, hè? Ja. En dan met 90. En deze rijdt waarschijnlijk ook links, maar dan met 150. Het is leuk om te zien, hoor. Het is een stuk opmerkelijker dan we ze normaal gesproken op de snelweg voorbij zien tuffen. Straks gaan we zien hoe het nog gekker wordt. Maar eerst gaan we terug naar Audi, want je had het over een speelgoedauto. Ja. Maar dan voor volwassenen. Ja, je moet het zo zien. Een groot deel van de wereld woont in verstedelijkte gebieden. Dus gebieden waar het heel druk is en waar heel weinig ruimte is. En dat zijn mensen over het algemeen wel met geld. Dus die zijn mobiel, die kunnen heel makkelijk autorijden. Ja, en wat wil je dan? Dan wil je klein rijden. Nou, Mercedes met Smart heeft dat jaren geleden al bedacht. Ja. En dat is ook goed uitgewerkt, heeft goed uitgewerkt. Audi gaat het nu ook doen. Die komen met een heel klein autootje. Je zit achter elkaar. Je moet zo zien, ik zit hier. En dan degene achter me zit een beetje schuin zo achter me, met de benen langs me heen. Ja. Het dakje schuift naar achter, zo kun je instappen. Het autootje wordt elektrisch, volledig elektrisch. Ja, het ziet er hartstikke gaaf uit. Nou ja, kijk zelf maar naar de beelden. Het is echt een hip dingetje. Maar het klinkt niet echt comfortabel, of is het wel? Ja, het is een vervoermiddel. Het is echt voor het stadsvervoer. Voor. Ja, maar Smart is natuurlijk ook niet comfortabel. En eigenlijk is een Mini is weliswaar wat groter, dus ook niet echt een comfortabele auto. Maar dat soort auto's, dus niet heel goedkoop. Maar wel compact en hip. Ja. Dat zul je in de toekomst veel vaker gaan zien. Oké, dan komen we bij de Range Rover. Eindelijk een man voor de gewone, of een auto voor de gewone man. Ja, precies. Eindelijk is die betaalbaar. En hij is ook enigszins netjes voor het milieu. Want een Range Rover is natuurlijk, als je het goed bekijkt, een beetje smeerpijp. Ja. Die vervuilt veel, komt een hoop CO2 vrij en zo. En politiek ook een klein beetje incorrect. Maar die nieuwe Range Rover, de Evoque, dat wordt de hit voor dit jaar. Hij is compact, hij is ietsje groter dan een Volkswagen Golf, maar het is wel een Range Rover. Dus je rijdt voor vanaf €43.000 in een Range Rover. Ja. Tot voor kort kon je, als je dat geld had, kon je alleen een gebruikte kopen. Ja. En dat moet je trouwens bij een Range Rover niet doen. Ontstaat er al een run-up? Is er al een beetje bekend of dat inderdaad... 350 zijn er verkocht in Nederland, of ingeschreven. En ik hoorde meer dan 11.000 wereldwijd. Wordt een hit, hoor. De dames willen er allemaal een. De dames, het is populair onder de dames al. Ja. Okay. Ja. En wat gaan we nog meer doen? Ik ga rijden met een Aston Martin. En dan denk je van, nou, dat is gaaf. Ja. Alleen deze die heeft ongeveer 100 pk. Dit is een Aston Martin Signet. Dat is eigenlijk een Toyota IQ. Dat is dat hele kleine stadsautootje. Ook weer zo'n autootje, hè? Net als wat Audi aan het maken is. Ja. Zo'n hip, leuk stadsautootje. Maar zeggen ze bij Aston Martin, dat kunnen wij beter. Dus ze hebben een heleboel van die dingen gekocht. Ze hebben hem leeggehaald. Nieuw interieur erin en een ander neusje. Ze hebben hem eigenlijk een soort van eigen merk eraan gegeven. In de basis is het nog een Toyota. Maar dit is dus eigenlijk een Aston Martin. Hij kost behoorlijk wat. En ik ga ermee rijden. En dat is wel uniek, want er is er volgens mij maar eentje in Nederland. En mijn collega Sjoerd van Bilsen, en dat is op zich ook wel weer bijzonder, die vliegt naar Engeland. En die gaat daar kijken naar de Bentley Continental GTC. Dat is de nieuwe cabrio van Bentley. Ja. Nou, we wisten allemaal dat hij ging komen. De voorganger die was er ook al, de Continental GTC. En nu is hij ietsje lichter en wat schoner en weer wat mooier en zo. Maar ze gaan daar ook vertellen tegen hem, en dat weten wij nu al, dat Bentley met een dieselmotor komt. En dat wordt natuurlijk een motor van Audi, want Bentley en Audi, dat is allemaal één concern. Ja. Audi heeft net een nieuwe dieselmotor bedacht, een 3 liter met 2 turbo's met 313 pk geloof ik. Nou, waarschijnlijk wordt het die motor, maar dan een beetje verbouwd met nog iets meer vermogen. Die gaan ze bij Bentley leveren. Ja. Nou, dankjewel voor jouw bijdrage voor deze week. Okay. We zien jou volgende week weer in de Autovisie Flits. Ja. We gaan natuurlijk nog terug naar de Ford Transit. Ja, de wagenhalte in een omgebouwde Ford Transit. Precies. Oké. Dankjewel.